Hey, yo mensen, knop de keer en vandaag zijn we weer terug met een nieuwe Minecraft aflevering. Yeah. En vandaag zouden we gaan naar het zandkasteel. Althans, we hebben daar nog helemaal niks, geen zandkasteel staan natuurlijk. Maar we gaan even kijken hoe we dat daar gaan aanpakken. Dus ik ga eens even mijn levenslange gang inlopen. Man, oh man, het wordt lang. Nu kunnen jullie zien hoe lang die is, oké? Ik laat het even één keer zien. Lalalala. Nou, dan gaan we lopen. Maar we gaan dus proberen daar zoveel mogelijk zand te verzamelen. Dus doe het duimpje alvast omhoog. Als je de Minecraft serie leuk vindt. We gaan eens even kijken of we hier niet torches te weinig hebben of zo. Ik heb ook helemaal geen torches meegenomen. Ik ben super slim bezig. Want wat we eigenlijk moeten doen is, we gaan zand weghakken. En dan doe je er een torch onder en dan valt het allemaal naar beneden. Zo kun je heel snel zand pakken. Maar misschien vind ik het met de schep ook prima gaan hoor. Dus we hebben ook niet zoveel glas nodig. Het is niet dat we een mega glazen iets gaan maken. Maar het is wel leuk als we gewoon een beetje daarom een beetje gaan graven. Kijken wat we ervan kunnen maken. Het is gewoon heel ver achter mijn huis hebben we een soort... Ja, woestijn. Heel logisch. Een woestijn. Daar hebben we een woestijn zitten. En daar gaan we gewoon het zand proberen weg te hakken. En als we dat zand hebben, kunnen we daar heel veel leuke dingen mee doen. Ik ga hier nog even een toorts plaatsen. Want ik heb het gevoel dat het hier gewoon even donker is, weet je wel. Maar zoals je ziet, daar is het eind van de gang. Dus het is best een eindje weg. We willen een treinrails hier aan gaan leggen. Maar ik heb nog niet genoeg iron op het moment. Ik heb eigenlijk al mijn iron een beetje opgemaakt aan de rails die er nu al ligt. En dat is pas echt 2/6 deel. Ik weet niet waarom ik 2/6 zeg, maar ik vind het wel leuk. Oh, kijk, hartstikke mooi. We hebben in ieder geval 2 brede gangen. We hebben hier heel veel iron zitten wat ik nog weg kan hakken. Dus daar kan ik sowieso een keer naar gaan kijken. Dan hebben we alweer een deel van de rails. Holy knetter. Holy knetter. Hey, Skelly. How you doing? Hi. Hi, Mighty. How you doing? Hij kan ons niks doen, dus ja, hij heeft pech. Oké, dan komen we hierboven. Loopt heel ongemakkelijk trouwens. Ik zal even hier al iets dit aanpassen. Yes, oké. Dan kunnen we iets makkelijker hier omhoog springen in de toekomst. Want, ai, ai, ai. Er zit hier dus ook een, zoals je al zag, een gevaarlijk iets. Nou, graven maar. Het is dag, dus dat is nice. We hebben dus dit nu. Hey, ziet er leuk uit, toch? Ik ben daar hartstikke blij mee in ieder geval. En wat ik dan gewoon ga doen, is eigenlijk hier al een beetje graven zo. En wat zand verzamelen. En ik wil het eigenlijk ook weer niet te lelijk maken. Dus misschien dat het daar gewoon een soort sandstone gebied wordt. Wat hier al is. Zodat we het gewoon... We halen overal een laagje van af. Laten we het zo zeggen. Oké? We halen er gewoon een laagje van af. Zodat niet de hele wereld verpest is. Maar dat het gewoon net wat beter is. Namelijk een bed meegenomen. Stel het wordt donker en ik was hier net aan het graven. Dan kan ik hier al gewoon dit verzamelen. Maar een konijn, hè? Eet hij nou een wortel? Hoe kunnen we zo'n konijn tam maken? Volgens mij met een wortel. Ik heb wel eens een kat proberen tam te maken, maar dat is echt lastig. Maar een wortel, we zouden een konijn ook maken voor de kijkers. En ik denk dat is wel iets leuks wat we vandaag kunnen gaan doen. Dus we gaan een wortel halen. Dan ga ik proberen een konijn tam te maken. Ik zou niet weten hoeveel wortels ik ervoor nodig heb, dus dat wordt alweer een probleem. Verbaast me niks als ik gewoon 10.000 wortels nodig heb en die ik helemaal niet heb. Dus misschien moet ik wel een wortelfarmpje gaan maken ook. Puur om een konijn blij te houden. Maar we hebben hier al aardig wat konijntjes zitten, dus dat is wel leuk. Zwart konijntje, ander konijntje... Geel konijntje. Allerlei soorten hebben zitten. Dus dat is wel een leuk idee. En we hebben daar schapen. Yeah, my brothers. How you doing? Nou, ik ben lekker hier aan het graven. Nou, oké. Dat is mijn eerste schep. Dat is nice. Ik vind het lastig dat het geluid weg is gehaald trouwens. Wat ik ga doen, is cactus meenemen. En jij zou zeggen, waarom ga ik cactus meenemen? Nou, kunnen we in ieder geval green dye van maken. Dat is het enige wat ik weet. Voor nu hebben we dit even weggehaald. We hebben relatief wat steen erbij zelfs. Dus dat is nice. Ik ga hier wel even een kistje plaatsen. Want dat sandstone wil ik hier al een beetje bewaren. Zodat we in de toekomst onze plannen hierover vergroten kunnen. Nou, wat een plan hebben we weer, jongens. Dat klinkt ook weer zo spannend allemaal. Zo. We gaan hier gewoon één kale vlakte van maken. En er zat hier ook nog hoe noemden jullie dat? Zeg het me. Een tempel. Ja, er zat hier ergens een tempel, zei een van jullie. Die ben ik hier ooit tegengekomen. En ik weet dus niet of we daarin zijn gegaan. Dus we gaan heel even snel spieken. Oké, we hebben daar wel een village. Dit kunnen we misschien leuk dichtmaken. We hebben een bed bij me, dus ik maak me eigenlijk niet zoveel zorgen. Wat we hier ook tegenkomen. Maar als we bij die village nog meer gaan zien. Volgens mij zat dat paleis dan daar. En ik dacht dat ik er al geweest was. Maar als ik er nog niet geweest ben, hey, dan kunnen we daar natuurlijk in de toekomst heen. En ik zie hier al een caveje. In plaats van een torch, dan weet ik in de toekomst dat daar een cave zit. Hallo konijntjes, hoe is het? Allemaal nijntjes hier, zo leuk.
moeten de weg even niet vergeten hoe we terugkomen. Dus ik plaats hier even een toort, zodat we in ieder geval in het donker weten van... Ah, van die richting komen wij vandaan. Dat is ook best wel makkelijk eigenlijk, als ik het zo zie. Hier zit nog een flinke cave. We moeten eigenlijk even een hoog punt gaan vinden. En op dat hoge punt kunnen we een beetje rond gaan neuzen en kijken van... Goh, hey, wat hebben we nodig? Eigenlijk heb ik een boek nodig voor mending. En dat zijn nieuwe soort villagers. En die zijn er nog niet zo lang in de game. En ik weet niet of ik hier dus al geweest ben. Hi. Oh, cool. Ja, oké. Okay. Wel heel duur. Hallo. Misschien kunnen we deze even dichtmaken namelijk. Dat is misschien wel makkelijk. Wat is dit? Hi. Oh, heights. Ja, dan kan ik leather pants verkrijgen. Thanks, bro. Oh, zombie flesh. Dat is perfect, man. Dat heb ik zat. Voor een emerald. Dat vind ik een goeie. Moeten die gasten eigenlijk even opsluiten hier zo? Hoi. Papier. Goed te doen. Depth Strider. Volgens mij is dat echt wel een oké. Een Depth Strider is gewoon dat je in de diepte kan lopen, dacht ik. Dus ik ga even kijken of we deze zombies kunnen opsluiten. Die ene wil ik sowieso opgesloten hebben. Wat heb ik voor jou? Wol. Oh, hey, nice. Lachen, man. Kan ik daar nou weer een schaartje krijgen? We willen alleen even de zombies, dat de zombies zo meteen komen. Jullie moeten even naar binnen gaan, jongens. Ja, jullie moeten even naar binnen gaan. Kom. Kom even allemaal naar binnen. Vooral hij. Ik wil die Depth Strider hebben. De Depth Strider vind ik wel interessant iets. Dan kunnen we hier al in de toekomst op treden. Dus we moeten heel even wachten tot het donkerder gaat worden. Dan gaan deze jongens naar binnen. En dan pak ik gewoon hout. En dan plaats ik hem mooi voor. Oké, okay, dan weet ik dat ik hier geweest ben in de toekomst. Jongens, het wordt donker. Het wordt donker. Shit, ik heb meer toortjes nodig trouwens. Om het hier al binnen niet dood te laten gaan. Oké, okay, staat één toorts, twee toorts. Oké, okay, als hier mensen hier naar binnen gaan, is goed. Jongens, het wordt donker. Ga naar binnen. Dit is altijd weer zo moeilijk, hè. Die jongen, jij moet naar binnen gaan. Kom maar, ga maar naar binnen. Kom maar, jij bent mijn lievelingsvilletje. Kom op, ik wil die Depth Strider hebben. Die ga ik straks halen. Kom maar, ga maar even naar binnen. Nice, oké, okay, die zitten binnen. Het is hier super donker. Ik baal hier nu alweer van. Ik haal deze toorts hier weg. Sorry jongens, ja, ik heb even wat belangrijks te doen. Hoi. Oké, we weten nu zeker dat hier geen zombie meer kan spawnen. Dat is belangrijk. Oké, dan hoop ik niet dat er nog een andere deur in zit, want dan lopen ze natuurlijk gewoon aan de andere kant er weer uit. Nee. Nice, dus die zitten veilig. Dan zit er denk ik nog eentje hier in een kerk of zo. Hoi. Oh, dat is ook een librarian. Een librarian. Even naar binnen. Naar binnen. Zo, daar hebben we ook afgesloten nu. En... Jongens, naar binnen. Snel, er komen zombies aan. Nou, dat maakt me niet zoveel uit. Komt een zombie aan. Dit zijn de zombie woestijn zombies. Die zien er net wat anders uit. Ik bescherm jullie, jongens! Oké, okay, nice. Dat hebben we gedaan. Waarom gaan die gozer niet naar binnen, joh? Ah, shit, skelet. Oké, okay, I'm out of here. Oh, ik ben hier al naar binnen geweest, zie je dat? Haha. Oké, okay, dan ga ik hier even mijn bed plaatsen. Dan kan ik hier even snel slapen. Ah, tuurlijk zit een monster dichtbij nu. Jongens, ga weg. Kom dan als je durft. Nice. Oké, okay, we kunnen nu snel slapen. Poeh. Ging net goed. Nou, nu is het in ieder geval weer licht. Is het veilig? Kan ik hier gewoon dit dorp nu uit? En dan durf deze nu niet meer te slopen, eerlijk gezegd. Als ik nu doodga. Ik ga hem ook niet slopen. Ik laat hem hier wel staan. Dat is een bed voor jullie, jongens. Ik heb een bed voor jullie erbij. Wees er blij mee. Oké, okay, ajus. Later. Zie jullie later, jongens. Depth Strider. Ik weet dus even niet meer precies wat het is. Maar ik weet dat het wel oké okay is. Dus we gaan even kijken voor Depth Strider. Makkelijk om te hebben. Ik ga heel even kijken of we hier nou toevallig nog dat ding zagen. Of dat we daar al in geweest zijn. Ik zie nog niks. Ik zie nog niks. Maar dat zegt natuurlijk niks. We kunnen natuurlijk... alsnog tegenkomen daarachter ergens.
We gaan gewoon een snelle quick look kijken. Quickie. To the other side of the water. Oh, dat is wel nice hier. Een woestijn met water er doorheen, weet je wel. Dan kun je een soort oasis creëren zelf. Als je hier al aan het bouwen bent. Dus dat is wel leuk. Ik snap al waar mijn voedsel sneller naar beneden ging. Ik zit in een woestijn. Volgens mij gaat dan je voedsel iets sneller naar beneden. En je bent alleen maar aan het springen. Dus dat helpt ook nog weer dat het sneller naar beneden gaat. Maar dat gaat goed. We lopen lekker door. Ik zit echt met een geconcentreerd hoofd te spelen, jongen. Even niet op letten. Ja, nu ga je erop letten, hè. Ja, zo kijk ik altijd. Zo, deze desert is serieus echt mega... Pas op, jongens. Jullie moeten niet overspringen, dan ga je dood. Deze woestijn is echt mega groot. Nou, we hebben daar de village. Ik zie hier zo niks voor de hand liggend. Ik ga verder geen risico nemen. Ik ga terug naar huis. Anders raak ik de weg kwijt. En dat is het laatste wat ik eigenlijk wil op dit moment. Dus let's go back. En dan hebben we tot nu toe dus de Depthstrider. En de Depthstrider is makkelijk. Wat had hij nou precies nodig? Volgens mij papier. En een boek. Ja, ik gaf hem eerst 40 papier. Daarna gaf ik hem een boek. En dan was hij hartstikke blij, want dan gaf hij mij weer de Depthstrider. En de Depthstrider weet ik dus niet precies wat het is. En ik ben zo nieuwsgierig dat ik nu even ga opzoeken wat Depthstrider is. Oké, dus Depthstrider, ik heb het even opgezocht, is dat je sneller kan lopen onder water. Nou, dat is op zich best wel een leuke shaman. Dus die gast vind ik wel chill. Dus wat we ooit nog kunnen doen in de toekomst, is dat we de rails helemaal gaan uitbreiden naar die village. En dan kunnen we die gastjes allemaal mee gaan nemen. Dat is natuurlijk wel echt een pokkenwerk, dus ik denk niet dat we dat in 1, 2, 3 dagen kunnen gaan doen. Maar nou, een poosje, als we genoeg iron hebben en we zijn al wat een aflevering 50 waarschijnlijk van Minecraft... Dan zullen we dat best eens even kunnen doen. Dus dat lijkt me wel een leuk idee om een keer te gaan doen. Ik ben nou weer thuis. Wat ik even wil gaan doen is eigenlijk mijn cactus even ergens kwijt kunnen. Want dan kunnen we even meer cactussen maken. En dan weet ik dat cactus nog niet echt heel veel nut heeft ergens voor. Maar ik wil in ieder geval even één cactus hebben die gewoon hier al groeit. Nou, nice. Ook precies op een plek. Oké, zo. Zie, dan hebben we toch één cactus die daar groeit. Dan kunnen we dat volgens mij... Met een bepaald ander mengsel kunnen we daar green dye van maken. Nou weet ik dan niet precies hoe dat werkt. Dus ik wil even kijken hoe dat nou precies zit. Nee, ik weet dus niet hoe ik dat moet doen. Ik weet het echt niet. Maar ik doe hem vast in de dyekist. Want ik weet dat het moet mogelijk zijn. Dus oké, dat doen we gewoon daar. Nou, we hebben wat zand erbij. Daar ben ik blij om. Hallo zand. Hey, het begin is er. Daar gaat het om. We hebben dus een beetje gekeken hoe of wat. We gaan een wortel meenemen. Dan ga ik eens even naar die konijnen toe lopen. Mijn voedsel zit hier. Hoeveel wortels heb ik? Oh, ik heb aardig wat wortels. Nou weet ik dus niet of ik hem tam kan maken met een wortel. Dus ik ga dat eerst even op internet bekijken of dat kan. Want anders loop ik helemaal voor niks erheen. En dan kom ik uiteindelijk aan van ja. Ik heb er eigenlijk helemaal niks aan. Want ik kreeg mijn wortel en daar kreeg ik hem niet mee tam. Weet je wel, dat idee. Dus dat zou kak zijn. Dus ik ga even kijken hoe dat nou precies zit. Maar ik heb daar de grootste vertrouwen in dat dat goed komt. Oké, nou, ik weet dus nu een beetje hoe ik ze tam kan maken met een wortel, maar ik heb een lead nodig, zeggen ze. En nou heb ik nou net geen touw. Nou hoopte ik dat ik hier al een touw van kon maken of zo, maar ik zie echt niet hoe ik dat kan maken. Ja, ik kan wel een matje maken, maar daar heb ik natuurlijk geen reet aan. Dus ik moet eigenlijk gewoon spinnen gaan killen, maar nou hebben we die spanner en die spant geen spinnen. Dus dan hoop ik dat het zo meteen nacht wordt, dan kunnen we dat gaan doen. Want ik denk niet dat de rabbits mij gaan volgen namelijk als ik dat ga doen. Hallo. Stil eens. Ik hoor een spin. Maar ja, die heb ik dus nu net nodig, een spin. Hallo, are you here? Are you here? Are you here? Nee, hier zit er geen spiders, dat kan haast niet. Nee. Zie, dat hebben we eigenlijk helemaal nooit verzameld. Dus dat zullen we daar ook nooit in krijgen. Want we hebben een anti-spider farm gemaakt. Een beetje stom eigenlijk nu ik er weer spiders nodig heb. Weet je wel, heb ik een anti-spider farm gemaakt. Maar gewoon geen spiders spawnen. Lekker bezig komen. Echt GG. Even kijken. Waar gaan wij dan heen? Ik hoorde hier ergens een spin. Nou hoop ik dat hij hier nog ergens zit. Nou, hij zat waarschijnlijk in een klein caveje ergens. Dus ik moet gewoon wachten tot het nacht wordt. En dan hoop ik een spin te kunnen killen. Maar ja, dan ga ik al gewoon richting daar. Want ik weet hoe die moet maken. Dus dat is geen probleem. Oh, hier moet ik niet naar beneden. Wat doe ik nou weer? Ik moet hier naar beneden. Wat ik ga maken is een lead. Dat is een touwtje. Daar kan ik mee de rabbit vangen en dan meenemen. Dus heb ik even twee slime blocks nodig. Het liefst twee. Dan kan ik twee rabbits meenemen. Dat is wel zo handig. En ik heb hout nodig. Nou, dat heb ik toevallig al bij me. En de crafting table. Zo. Dus met dit ga ik erheen. En dan gaan we gewoon op Guus geluk. Gaan we heel veel geluk krijgen. Zodat we een konijn kunnen vangen.
En dan moet ik nog nametags zien te krijgen. Als ik nametags heb, kan ik daar weer mee jullie naam erop zetten. En dan moet ik weer een reactie uithalen. En dan ga ik gewoon even kijken van, hey, wie reageert er een beetje vaker? En wie kijkt er een beetje veel? Oh, oké, dan gaan we die naam proberen erin te planteren. En hij heet in één keer konijn, bijvoorbeeld Bert van de Brink, een kijker. Of even denken, Jopie de Popie. Of Oetmeloen. Ja, dan heet in één keer een konijn Oetmeloen. Ja, dat is een rare naam. Dan zou de konijn niet blij mee zijn als hij de naam van jullie krijgt. Maar ja, het is niet anders. Het is afgesproken. Dus that's the plan for now. Nou hoop ik alleen dat we een beetje spines gaan tegenkomen. En ik ga even sneller rennen, want dit schiet natuurlijk anders weer niet op. We lopen hier weer door die prachtige gang. Die prachtige gang die jullie zo mooi vinden. En die wil ik nog helemaal gaan aankleden. En ik weet er niet welke kleur. Maar één ding weet ik wel. Ik wil hem eigenlijk één hoger maken. Maar dan kun je er minder snel doorheen rennen. Dus misschien moeten we dan een snel paard proberen te temen. En die dan hier ook neerzetten. Zodat we met een paard heen en weer kunnen rennen. En dan moeten we ook nog een treinrails maken. Misschien gaat dat ook wel snel genoeg trouwens hoor. Dat we gewoon een trein kunnen pakken. Maar dat railsje wil ik vooral met chest zeg maar doen. Hop. Zodat hij gewoon automatisch onze zooi daarheen rijdt. En ik word gewoon moe op de duur, weet je wel. Ja, je weet niet waar het ligt, maar het ligt dus gewoon daarna. Oké, we zijn er. Nice. Hallo. Nou is het, hoop ik, bijna nacht aan het worden hier in de Minecraft-wereld. Ik ga even eten. Ja, dat gaat heel hard zoals ik aan het eten ben. Man, wat ren ik snel door. En dan gaan wij dat hier zo even bijplaatsen, zo. Nou is het gewoon even wachten tot donker wordt. De zon gaat al onder, dus het probleem is er niet echt. En dan moet ik rond gaan rennen en niet doodgaan. En wel gaan killen. Nou kan ik wel even vast kijken. Ik heb één wortel bij me hier. Of die me nou volgt als ik een wortel in mijn hand heb. Dus hij volgt mij wel als ik een wortel bij me heb. Oké, dat is interessant. Dus dat is nice. Dan pak ik die andere ook daar. Hey, jij daar. Hey, kijk eens wat ik heb. Ik heb een wortel. Kom maar even mee. Ja, kom maar even mee. Ik heb hier een wortel voor je. Oh man. Hey, oh, niet wegrennen nou. Hé, hey, wat een naar ventje. Yo, die beesten lopen traag, jongen. Ik heb sowieso even een lead nodig. Dit schiet niet op. Die gasten zijn... En nu gaat hij snel, hè? Ja, hier heb ik niks aan, jongens. We gaan gewoon een spider aanvallen. Ja, sorry. Je krijgt geen wortel. Nee, sorry. Ik ga gewoon een lead pakken. En dan val ik je aan. Want deze gast, kan ik hem nu laten zitten? Is die al tam? Nee, hij is niet tam, maar hij rent weg voor mij. Hé, hey, kom eens hier. Kom eens hier. Ja, wortel. Ja, oké, daar kom je wel mee. Strange. We're still learning things, guys. Oké. Oké, het wordt nu nacht. Dus we moeten nu gaan opletten. We gaan proberen alleen spinnen te pakken. Dus die zombies, die vermijd ik een beetje. Dan rennen we een beetje voor weg. En dan pakken we een spin. Oké, spawn maar. Ik wil niet dat ze daar spannen. Ik wil eigenlijk dat ze hier spannen. Kom op jongens, spannen. Kom op jongens, het is nacht. Span nou. Het is donker. Ja, een toeter hoor ik in de verte. Maar dat zal niet op Minecraft zijn. Kom op! Ik zoek zombies. Ik zoek spinnen. Oh, dat was een... Ah, daar is spin. Nice. Oké, spin nummer 1. Let's go. Daar gaan we. Ah, en een creeper. Helemaal top. Maar weet je wat het is? Dit gebied mag toch kapot. Dus op zich heb ik niet zo'n probleem mee als hier al een creeper ontploft. Dus dat scheelt. Hallo, spiders! Oh, nice. 3 spiders. We hebben ook meteen dik geluk. Oké, dat is 1. Hoppa. 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 Oké, nice. De creepers zitten daar nog. Hoeveel hebben we er nu? 3. Hoeveel hadden we er nodig? 1, 2, 3, 4. Oké, ik heb er 4 nodig. Hop. Ja. Oké, nice. Nu heb ik er 5. Nou ga ik er liever nog voor meer. Dat is een skelet. Daar hou ik niet zo van. Dat zijn niet echt mijn beste vrienden. Dat is een creeper. Kom op, spiders. Kom op. Zeg maar waar je zit. Ah, daar. Zo voor die Enderman. Ah, die dropt niks. Die dropt alleen zo'n poepoog. Daar heb ik ook helemaal niks aan. Nou, ik hoef geen zombies achter me aan. En ik hoef veel zeker niet zo'n ander beest achter me aan. Oh.
Wegwezen hier. Oké, okay, zie je alweer een nieuwe spider? Hallo, ik zoek spiders. Nee, er zit geen spider. Dan rennen we even hierheen. Hopen dat hier al een spin ergens zit. Yes, oké, okay, daar zie ik een paar spinnen. Nou, creeper komt achter me aan, dus moet ik wel even een beetje voor oppassen. Misschien kunnen we die laten ontploffen bij... Ah, shit, heel veel pijl- en booggasten. Daar heb ik eigenlijk ook geen behoefte aan. Kom op maar, kom maar spin, kom maar. Oké, okay, is een zombie en een spin. Oké. Okay. Oké, okay, top. Nou, zou ik jou ook even vermoorden? Oh shit, man. Er zijn er al heel veel. Ah! Huh. Oké, okay, nice. We zijn er niet gehit, echt. Oké, okay, daar hebben we spinnen zitten. Dat vind ik leuk, want daar hebben we een beetje... Ja, het voelt een beetje safe daar, weet je wel, bij de village. Daar kan ik nog wel eens moeten schuilen. En daar hebben we nog aardig wat spinnen zitten, dus het is altijd leuk om te hunten. Niks. Kak. Dat is jammer, hoor. Oké, okay, nice. 2. Nu hebben we er 8. Oké, okay, dit is voldoende. Oké, okay, jongens. Sorry, zombie. Ik heb even geen tijd voor je. We gaan er vandoor. We gaan door met onze missie. Hier zit de cave. Moet ik voor oppassen. Oké, okay, dat wist ik al. Hè? Heb ik de toorts geplaatst. Dan weet ik een beetje waar ik heen moet. Oké, okay, daar is het een beetje gevaarlijk. Daar is het een beetje gevaarlijk. Die Enderman liep ergens hier. Die zie ik nu niet. Hallo, Mr. Creeper. Oké. Okay. We gaan gewoon langs deze creeper heen lopen, eens lachen. Gewoon om een beetje meer spanning erin te hebben. Woe! Nice! Oké, okay, we zijn toch sneller dan die gasten. Oké, okay, daar zitten skeletons, daar moet ik voor oppassen. Daar hou ik niet van. Ja, je moet een beetje die ontwijkingsmanoeuvres hier maken. Hier zit verder niks, dus we kunnen hier al mooi naar de overkant. Ik zie daar wel een skelet. Daar ben ik niet fan van, moet ik zeggen. Oké, okay, lopen we hier een beetje omheen. En shit, zit een enderman. Ja, die mag je niet in zijn ogen aankijken. En er zitten 2 creepers, daar baal ik van. Die ga ik wel eventjes weghalen hier. Kijk, als jullie naast elkaar staan, dan ga je even ontploffen beide. Nee. Ah joh, gekke vent. Schrik maar kapot hier, man. Nou ja, wat zand erbij. Ik ga even snel craften. Dan moet ik natuurlijk eerst die zeikzombie weer killen. Weet je wat, hier. See you later, alligator! En dan komen ze hierheen. En ze hebben geen schijn van kans. Yo, later! All we need was this. Oké. Okay. Daar gaan we. We hebben dit nu hier zo. Toppie-oppie. Hak even dit weg, zo. En dan plaats ik die eventjes hier. Deze hadden we hier. Dan doen we hier zo 3 en hier. Zie, dan hebben we zo 2 liedjes. Oh, kijk, nou hebben we er 4 zelfs. Nou, heb ik nog eigenlijk overkill gedaan ook. Heb ik veel te veel gemaakt. Ja, gebeurt vaker. Nou moet ik eigenlijk alleen eventjes zien te... heb ik allemaal scheppen weggedaan? Dat is dom. Ik moet nu eigenlijk eventjes kijken of ik... Het moet eigenlijk even dag worden. En dan kan ik eventjes daarheen rennen, waar ik dat bed heb staan. Maar daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ik probeer gewoon nu die gasten mee te slepen en niet dood te gaan. Ik hoop dat er nu geen creeper springt. Oké, okay, nice. Dit ziet er goed uit. Nou, dat is een zombie. Nou, we gaan even een paar zombies killen hier zo in ieder geval. Die gasten zijn best sterk. Oké, okay. Nice. Laten we gewoon eerst even 1 bunny aanpakken. Kijk eens, wortel. Kijk eens, wortel. Oh, shit, waarom doe ik dit ook weer in de nacht, weet je wel, als het moeilijk is? Oh, kak, het gaat nog regenen ook en dan komt nog een normale zombie aan. Oké, okay, nothing on the hand. Waar zijn alle rabbits nou? Ik moet een rabbit hebben, jongens. Dit is ongelooflijk. Dit is niet leuk. Nou, zal ik jou nog even neerslaan dan? Ha! Bedankt voor de iron bar. Doet me goed. Nou, er komt nog een spin aangelopen natuurlijk. Die wil mij ook zo meteen pakken. Ik zit hier mijn land te verdedigen hier zo. Gatsidari, en dan zoek ik de hele spin en dan zitten er daar gewoon 10.000. Oh, man. All I need is a rabbit. Ik denk dat we door de woestijn moeten gaan. Dan gaan we daar snel slapen. Nemen we dat bed gewoon mee. En
Of zou ik gewoon hier proberen? Ik ga gewoon een gok nemen. Hier, kom maar, kom. Ah, shit, kom. Kijk eens. Oh, kom maar. Ja, kom maar. Ah, kak! Oh, man. Dit is serieus lastig, jongen. Dit is echt een uitdaging om dit in het donker te doen, hoor. Ik kan het ook gewoon op overdag doen, natuurlijk. Huh. Hey, zombie villager, how you doing? Nou, weet je wat ik ga doen, jongens? Ik ga het wel even overdag doen, want dit is natuurlijk hopeloos. Ik ga even lekker daar wachten en dan ben ik terug bij jullie als ik alle zombies hoor verbranden, ja? Dus, tot zo. Oh, 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 jongen, jongen, gatsidari. Ik zit om me heen te kijken. Dat ik denk, nou, het is dag en ik word gehit. Maar oké, het was een cactus. Ja, het is dag, jongen. Ga dood. Nou, weet je wat het is? Het is slecht weer. Dus we hebben een klein probleem. Oh, kijk, ze verbranden wel. Gelukkig, ik dacht al, ze branden niet. Maar die gozer dus niet. Nou, dan ben ik niet echt de grootste fan van deze jongens. Maar goed, die is verbrand. Dus we hebben hier al een relatief veilige ruimte om te lopen. Nou wil ik even kijken, hoe ga ik dit doen? Daar is een bunny. Nou hoop ik dat hij niet wegrent, maar naar me toe komt. Oké, let op. Shit, kom hier! Nee! Ah! Hoe kan ik dit doen, joh? Aha, nice! Kom mee. Oké, nog één bunny, jongens. Nog één bunny. Eén bunny hebben we nodig. Come on. Come on. Het liefst een andere kleur. Maar ja, als die er niet is, dan is die er niet. Ik zie daar wel een zwarte lopen. Maar ja, het probleem is... Er zit zo'n stomme jongen bij. Die ik niet echt mag, zeg maar. Dat is gewoon een vervelend scheidventje. Nou, blijf even bij me. Nou, we nemen wel een ander kleurtje mee, oké? Kom op. Yes! Oké, nice! We hebben er twee! Oh yeah, my life's complete. Oké, volgens mij gaan ze wel kapot als ik te ver weg loop. Dus ik moet wel een beetje oppassen. Oh man, moet jij nou serieus bij de ingang gaan staan? Oké, kom even dichterbij. Kom. Oké, ik ga er recht voor staan hier. Hey, ja. Oké, jongens, volg mij. Ah, shit. Ah, man. Eén is de dood. Oké, rustig aan. Rustig aan, konijntje. Is er ook nog één dood gegaan ook? Nee. Kom maar. Ga maar hierheen. Ja? Kom maar. Dit gaat goed. We moeten hem even iets op een veilige plek zetten. Dan ga ik eventjes... Die andere, nou ja, weet je wat? Laat dat ding ook maar lekker liggen. Dat touwtje en die ene slimebal. Zal me een worst wezen. Ik heb er nog twee. Oh man, dit is echt zonde. Ik ga eens kijken hoe hard ik kan. Kijken of ik hem gewoon kaart meetrek. Kan ik ook gewoon volgens rennen? Ja, dat kan. Oké, nice. En dan kan ik ook nog sneller doen. Ja, oh man, perfect. Oké, we hebben in ieder geval dus één konijntje. Dat wordt de eerste kijken. Maar ja, we hebben nog geen hokje voor hem gemaakt. Dus dit gaat een probleem worden. Ik moet een klein hokje zien te creëren. Ik denk dat ik gewoon een traliesje maak van iron. En dat we gewoon een heel klein hokje hebben. Waar wij hem dan in gaan doen. Is dat een leuk idee? Hij ook zo. Kom maar mee. Yes, kom maar mee. Oké, nice. Dit is goed dus. We hebben dit nu voor elkaar. Daar ben ik blij om. Dan gaan we een klein hokje maken. Maken we een tralietje in. En daar plaatsen we hem. Ons allereerste konijntje. Yeah, we zijn blij. We kunnen eigenlijk wel... Je hebt wel eens van die huizen, van die mensen. Die hebben er thuis een hele wand vol met konijnenhokjes. Wat als wij zoiets gaan maken? Is dat een leuk idee of niet? Dan gaan we dus eigenlijk gewoon een hele wand met konijntjes maken. Alleen, hoe we die konijnen erin gaan krijgen, wordt nog wel een heel gezeik. Maar... Yo, dat gaat vast een keer lukken. En misschien kunnen we aan de achterkant hem openmaken, dat we het daar zo in doen. En dan komt elk konijntje in zijn eigen hokje. Dan gaan we er heel goed voor zorgen natuurlijk. Dan doen we af en toe konijn, of een wortel gooien erbij. We gooien een konijn bij een konijn. Goh, wat zorgen we er goed voor. Dan gooien we er een wortel bij of zo, weet je wel. Dat soort ideetjes. Dat is misschien wel leuk. Nou, kom even mee. We zijn thuis, hè. We zijn blij toch, hè. Nou, dit zijn natuurlijk de schapenhokken. Daar hebben we nog niet zoveel aan. Dit is de wand van dat.
serieus, ik wil hier niet naar binnen. Nee, ik wil hier totaal niet om naar beneden. Nou, hier hebben we die cookroom. Dat is ook niet echt alles natuurlijk. Ik wil dit allemaal kist hebben. Dat vind ik wel eigenlijk zo mooi. Dus daar wil ik ook eigenlijk niks doen. Kom maar mee. Ik zit te denken. Ik zit echt zo hard te denken nu. Hè. Waar gaan we naar doen? Oké, wacht. Kan ik hem even loslaten op zijn minst? Hoe kan ik hem weer los? Aha, met de rechtmuis op. Ik wil wel even vasthouden hier, want anders rent hij zo meteen weer weg. We gaan hier bijvoorbeeld ergens misschien een konijnenhokje maken. Kom even mee, konijn. Traplopen is zwaar, I know. Nee, ik ben bang dat ik hem daar kwijtraak. Kom maar weer naar beneden, konijn. Niet doodvallen.